Ja, inmiddels ben ik dus 5 jaar verder en kan ik redelijk mijn dagelijkse leven weer oppakken. Uiteraard wel met een beperking, met name op energieniveau. Maar goed, soms weet ik ook niet of het dan de kanker is of gewoon de leeftijd, want dat kan natuurlijk ook. De gevolgen van schildklierkanker, in ieder geval dat je de rest van je leven zonder schildklier leeft. En dat betekent, daar kan je dan wel medicatie voor slikken. Maar ik vergelijk het altijd maar met, als je medicatie slikt, dan heb je, je slikt een pilletje. En dan daar moet je 24 uur, doe je het daarmee. Dus dat is een redelijke flatline, zeg maar. En een werkende schildklier, die kan je helpen om bijvoorbeeld je energieniveau. Af en toe heb je meer energie nodig en af en toe minder energie. Dus die werkt continu. Nou, dat heb je niet meer als je schildklierkanker hebt. De reden dat ik me heb aangesloten bij het platform Zeldzame Kankers is omdat ik op die manier hoop dat ik voor schildklierkanker met name een stukje bekendheid, maar ook een stukje samenwerking met andere partijen waarbij schildklierkanker beter in beeld gebracht kan worden. En voor de patiënten die nu schildklierkanker hebben of wellicht in de toekomst schildklierkanker krijgen, dat we die vooral goed kunnen informeren en lotgenotencontacten kunnen bieden. De belangrijkste waarde van het platform is zeg maar de oncologische slagkracht, noem ik het dan, die wij als zeldzame kankers met elkaar kunnen maken. Omdat voor schildklierkankerpatiënten was en is natuurlijk de schildklierorganisatie er. Maar binnen de schildklierorganisatie zijn wij maar een heel klein onderdeel. En er zijn heel veel andere schildklieraandoeningen die daar natuurlijk ook de aandacht vergen. En dat platform helpt ons gewoon heel erg om dat hele oncologische stukje van schildklierkanker wat beter te belichten en daar ook wat meer kennis over te vergaren en ook naar buiten te brengen, zeg maar. De meerwaarde van het hebben van lotgenotencontacten vind ik persoonlijk heel prettig, omdat je de ander begrijpt meestal goed wat je doormaakt. En daarnaast vind ik het ook altijd heel prettig om mijn vragen te kunnen stellen, omdat anderen wellicht iets weten wat ik niet weet. Als je de diagnose, de tip voor mij zou zijn, als je de diagnose krijgt dat je schildklierkanker hebt, ga je eerst verdiepen in wat schildklierkanker is en zorg dat je goed geïnformeerd bent. Ga desnoods nog een keer in gesprek met je arts om gewoon rustig te overleggen wat in jouw situatie het beste is.